Deze cruise wordt mede mogelijk gemaakt door Captain Cruise. Hallo, welkom in een nieuwe vlog. Welkom op de Costa Esmeralda, weer een nieuwe dag. En we gaan jullie vandaag nog dingen laten zien die we nog niet getoond hebben van op het schip. Kom maar mee. Wij varen inderdaad nog steeds 8 dagen lang op de Costa Smeralda op de Middellandse Zee. En waar zijn we eigenlijk? We zijn vandaag in Genua, Italië. Ja, het is zo'n mooie skyline. Ik heb al heel de tijd zo staan kijken, want je hebt hier zo het schip hier. En dan gaat dat zo echt over in ja, de skyline van Genua. Ja, en het is weer al prachtig weer. Ja. We hebben deze week al echt geluk gehad. Ik ben aan het denken, hebben we ergens slecht gehad? Slecht weer? Nee, hè? Nee. Ik zou zeggen, ja, we gaan dingen laten zien en nog. Ja, inderdaad. We gaan vandaag aan boord blijven van het schip. Want er is nog zoveel dat we jullie moeten tonen. Het is ook zo'n groot schip gewoon. Het is daarmee. Dus ik zou zeggen, ja, we gaan gewoon verder wandelen en zien, laten zien, hè? Ja. Kom. Het is ook best wel een rustig moment op het schip. Want heel veel mensen zijn weer van boord gegaan om de stad te gaan bezoeken. En wij, je kent ons ondertussen al, hè. Wij blijven dan graag aan boord om van het schip te kunnen genieten. En dit is ook wel een goed moment om jullie mee te nemen op een soort van ja, schiptour. Want we moeten jullie zoveel tonen. Maar jongens, dat schip is zo groot, dat krijgen we gewoon ook niet in één vlog allemaal getoond. Nee, dat is echt, dat is niet te doen. Nee. Dat is niet te doen, dan zijn we een uur onderweg. Ja. En dan zou het te lang duren, ja, in één vlog. Nee, we gaan het opsplitsen, hè. Opsplitsen. Inderdaad, dus we gaan eens kijken waar dat we ergens kunnen binnengaan. Je ziet hier ook, mensen zijn hier echt heel erg rustig aan het rook, genieten. Dit is de rook. Er zijn ook specifieke rookruimtes op het schip. Dus dat vind ik wel goed geregeld. Dat je eigenlijk op die plaatsen mag roken en op andere plaatsen niet. Je mag trouwens ook op de balkons roken van je kajuit. Ja, het buffetrestaurant is dicht. Ja, inderdaad. En ik wou het ook laten zien en nu dat je het zegt. Dus hier is het buffetrestaurant. Momenteel zijn de deuren gesloten. En dit zijn de openingsuren van het buffetrestaurant. Dus je hebt breakfast van 7 tot 10. De lunch is van 12 tot 4. En diner van 7 tot 8:30. Zo is het. Deck 16, inderdaad. We zitten best wel hoog. Zit je weer aan het dansen, ja, en aan het zingen? Het is weer dingen, hè? Aerobic op de dingen. Gaat je aerobicen? Nee, ja. Even kijken, we zitten inderdaad op deck 16. Vrij hoog op het schip, inderdaad. En eens kijken wat hier allemaal te beleven valt. Dit zijn de spellen, het Lunapark. Het Lunapark. Oh, dat vind ik altijd fijn, hè? In het casino kun je dat doen voor echt geld. Eén swipe is 12 planes. Kijk, dat is weer nieuw. Ja, gaat je het niet doen? Ja, insert the coin. Ik heb geen coins. 1 credit is 1,5 euro, hè. Hier kun je niet met je kaart. Of wel? Tap Costa kaart. 1,5 euro zal nog wel eraf kunnen, hè. Have fun. En ik denk dat ik alleen dit moet doen, hè. Hier is mijn 1 knop. Oh! Dat viel iets. Oké. Ik mag nog 56 keer drukken. Ik denk, we staan hier nog wel even. Oh my god! Ja. Dat valt hier wel, maar niet in bakske. Ja, maar uw punten komen hierop en meneer, bij uw tokens. Ah. Ja. Hey, hoe chic is dat? Oh my goodness. Dat is next. Ziet? Dat is next level. Hoe plezant is dat? Hey, zeg, dat is hier. Hoort? Dat is fijn, hè?
kik en dan een kaartje daarna. Volle bak, jong. Dat is de nieuwste level, hè, van dingen. Ja. Oh my goodness. Kids, hebben ze cruise terugverdiend. Nog 10 spins. Het gaat niet lukken, hè. Kom aan. Zeven. Ja. Kom aan. Gaat het lukken, denk je? Ik denk het niet. Hoe gedenkt het niet? Wat is dat voor een ingesteldheid? De kaart gaat niet vallen. Kom aan. Kijk. Nog 3 keer. Ja. Oh. Oh. Het is gedaan. Dat was het. Ik denk het wel. Gaat het enkel over die kaartjes? Ja, je moet kaarten verzamelen. En je hebt geen kaart. Ik heb geen kaart. Want hier staat... Swipe the card to... Dat is flauw. 4,5 euro weer naar de genoe. Dat was plezant, hè? Ja, en ik vind er ook wel een goeie. Het is heel gemakkelijk, dus je hoeft nooit je geld of je geen portefeuille mee te nemen op de boot. Want dan kun je in je kluisje leggen. Dus je hebt je kaart is geconnecteerd aan je creditkaart. Langs de andere kant, natuurlijk, verlies deze niet. Want als iemand anders zijn handen krijgt, je kan natuurlijk heel de dag in het Lunapark blijven spelen. Hè? Dus voor- en nadelen. Dus handig, maar niet verliezen. Hier is ook de Kids Club, Orari di Apertura, opening times, van 9 uur tot 12 uur 's nachts. Ja, dus je kunt je kindje hier om 9 uur afzetten en om 12 uur 's nachts gaan halen. Als je dus zegt van, ik drop hem. Dan kan hij gaan slapen in het bed en 's morgens om 9 uur kun je ze terug hier afzetten. Top vakantie. Nee. Dat is natuurlijk een grapje, hè? Ja. Maar het is wel... goed voorzien op dit schip. Maar er wordt gevraagd om daar niet te filmen of geen foto's te nemen. Ja. En dat begrijp ik ook wel. We absoluut. Gaan natuurlijk geen kindjes op beeld zetten. Dat is niet de bedoeling. Nee. Absoluut. En dan komen we hier in een hele lange gang. Ja. Eens kijken wat hier nog allemaal te beleven valt. De gym. Hier kunnen we komen sporten. Van al dat eten en drinken, dat moet er natuurlijk ook terug afgesport worden. Hoe heet dat weer? Spinning. Spinningruimte. Ja. En ik heb gezien op het Daily Program... staan de uren van de spinningclasses. Dus er worden echt classes georganiseerd met een begeleider dat je hier lekker kan komen zweten en in conditie geraken. Heel groot, hè? Heel een grote gym, ja, inderdaad. Dat is wel echt tof, ook allemaal loopbanden hier. Allemaal cardio-toestellen, de gewichten daarachteraan. En hier met uitzicht naar buiten toe. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Als je hier kunt lopen en momenteel uitzicht op Genua. En als we aan het varen zijn, uitzicht op de zee. Het is zo eens een andere manier om te sporten, hè? Als in uw gym thuis. Met een gym thuis. En ook hier, heel gemakkelijk, je houdt je Costa-kaart er tegen, je drukt de nummer in en het water of fris drank valt er gewoon uit. Ja. En als je een drankenpakket hebt, dan zal het waarschijnlijk dus niks kosten. En anders betaalt je gewoon wat het kost. Dus eigenlijk, je moet het niet reserveren aan de bar of zo. Dus heel gemakkelijk allemaal. Goed voorzien. Ja. Hier is de spa van het schip, de wellness. Ja. Bevindt zich hier. Dus ze hebben gevraagd om geen video te maken momenteel, want de spa is gewoon open. En dan willen ze natuurlijk niet dat we daar... Nee. Ja, dat de gasten natuurlijk op het beeld staan, dat begrijpen we ook wel. We hebben wel een korte rondleiding gekregen voor onszelf. Het ziet er wel heel mooi uit. Heel mooi interieur. Heel rustig, heel relaxed uiteraard. Ja. Maar vooral, ik vond het geen dure prijs eigenlijk. Nee, het is wel interessant. Je hebt wel verschillende opties. Hè. Je kan een dagje komen genieten van de spa. Maar je kan ook een cruisepas kopen. Dus dan heb je eigenlijk toegang tot de spa. Ja. Gedurende de volledige cruise, vanaf dag 1 tot en met de laatste dag. Alle dagen.
Van 8 uur 's morgens tot 12 uur 's nachts. Dus als je wilt, mocht je een hele week in je spa zitten. Ja. Voor €179 per persoon. Ja, inderdaad. Dus ik vond dat eigenlijk nog niet te overdreven. Mm-hmm. Als je dat graag doet en je maakt daar regelmatig gebruik van, is het elke dag 2 uurtjes bij van spreken, dan vind ik dat eigenlijk al interessant voor een hele week. Ja, ik vind dat ook. Dus ik hoop dat we nog in de mogelijkheid zijn dat we mogen filmen, dat we het jullie echt kunnen laten zien. Ja. Maar het is zeker heel mooi. En je kon ook massages laten doen, treatments laten doen. Dus ze hebben facial treatments, ze hebben volledige massages, er is een hammam, er zijn sauna's, er zijn jacuzzi's. En er is zelfs een sneeuwruimte. Sneeuwruimte ook, ja. En een sneeuwdouche en zo. Er kwam echt sneeuw. Ja. -10 graden zit daar binnen. Ja, ja. Dus dat is dus, wel echt iets speciaals. Ja, ja. Heel fijn. Hele leuke spa. Ja. Heel leuke ruimte. En als je dan helemaal zen bent, dan moeten die haren weer gedaan worden. Inderdaad, inderdaad. Hier is het kapsalon. Het ruikt hier zo lekker. Dat is een bekende wereld voor ons, hè. Ja. Ook merken Kerastase, dat kennen we ook heel goed. Oh, kijk eens aan. Kijk, is heel mooi. Heel mooi. Dus hier zijn de wastafels met daarachter de producten en de handdoeken. En natuurlijk, ja, een uitzicht, hè. Ik vond dat we vroeger een mooi salon hadden, vond ik zelf. Maar als je zo'n uitzicht hebt, dat is natuurlijk wel... Ja, en dat is ook niet elke dag hetzelfde uitzicht. Hoe fijn is dat? Dat uitzicht verandert. Begint het weer te kriebelen als je het allemaal ziet? Ja. Het is moeilijk. Het is vertrouwd, hè. Het is vertrouwd, hè, ja. We hielden van de bling ook, hè. Ja, inderdaad. Heel mooi, met het gordijn. Ja, mooie behandelruimte. Mooie behandelruimte. En hier om de hoek is de barber shop. Oké. Okay. Dat is echt supermooi. Ah, kijk eens aan. Met zwart en goud. En dat brengt ons hier bij het binnenzwembad. We gaan het jullie tonen, maar we gaan er een muziekje onder zetten, want hier binnen staat de gewone muziek best wel luid. En we gaan sowieso copyrightproblemen krijgen met YouTube, dus dat gaan we niet doen. Maar we gaan het jullie wel tonen. Dus nu naar het binnenzwembad van de Costa Smeralda. En van zwemmen krijg je honger. En kijk wat ze hier hebben. Nutella bar. Nutella bar. Allemaal pannenkoeken en wafels met Nutella. Maar het is niet open. Nee, het is niet open. Van 2 tot 7. Ha. Dan komen we nog eens terug, hè. Om een idee te krijgen. Nutella pizza. Maar goed om te weten, het is wel bij te betalen. Ja. Dus het zit niet in de all-inclusive. Nee. Dus altijd bij te betalen. Er zijn ook ijsjes, maar ook dit is niet open. Dat is wel jammer. En is ook bij te betalen. Ja. Dus 1 bolletje €2,20, 2 bolletjes €3 en 3 bolletjes €4. En ze hebben dan ook verschillende... Cups. Ja, ice cups. Ik weet niet hoe laat dat die open is. Staat hier nergens niet? Geen openingstijden, nee. En zo staan we weer buiten. Zo staan we weer buiten. Helemaal boven. En hier op dek 18 is ook een bar. Heel mooi, maar niet open. Alles heeft zijn openingsuren, dat is te begrijpen. Niet altijd handig, hè, zoals daarnet in de Nutella bar bijvoorbeeld. Je moet echt wachten tot dat bepaald uur. Nu, dat is wel oké. Maar hierboven op het dek merken we wel dat de bars... Er is geen één nooit open. Open zijn. Nooit, nee. Het is geen heel de week nog niet open geweest, terwijl het heel de week al prachtig weer is. Mensen liggen aan het zwembad, ook als ze terugkomen van de uitstap. Mensen gaan aan het zwembad liggen en hier kun je gewoon niks drinken. En dat vind ik wel heel spijtig. Ja. Ik vind het raar. Want dan moet je met je zwembroek naar onder gaan voor iets te drinken. Ja, naar binnen eigenlijk. Naar binnen. Ja. Ja. Of die Aperolbar. Aperolbar is in dek lager, ja. Maar daar hebben ze dan ook weer niet alles. Dat vinden we wel een beetje bijzonder. Ja, bijzonder. Om nu maar een negatief iets op te doen. Ja. Dit is ook zo leuk, hè. Dat is wel tof aan die nieuwe grote schepen. Die hebben van die speciaal dingetjes, hè. Ja, die hebben foliekjes. De Skywalk Volare heet het. En dat is inderdaad dus een skywalk
Maar echt fantastisch, hè? Dus je gaat echt helemaal naar boven, hierover, helemaal kunt je rondgaan om echt een overview te hebben van waar je bent. Zullen we eens gaan kijken. Ja, als je weet dat we daarnet op dek 18 stonden, dan zijn we dus nu boven dek 18 om maar een idee te geven hoe hoog dat we staan. En dit is het dak van het overdekte zwembad? Ja, inderdaad. Ja. Momenteel met een zicht over Genua. Echt heel mooi. En kijk, die skywalk die gaat hier helemaal rond zo. En zo weer helemaal naar de andere kant. Kan je helemaal rondwandelen. Amai. En je ziet, hè, voor elke leeftijd wat wilt, hè, hier. Inderdaad. Dat is ook wel het voordeel van die grote schepen. Die mikken natuurlijk op alle leeftijden. Van kinderen tot tieners tot ouderen, gewoon jongvolwassenen. Alles is hier wel iets wat je kunt doen, hè. Inderdaad. Zoals ook de glijbanen in het aquapark. Als ook de glijbanen in het aquapark. Kan ook voor alle leeftijden nog. Nu zijn we verdieping gezakt. En hier komen al de buizen, de glijbanen, komen hier uit. Recht bij de Aperol Spritzbar binnen. Gaat je de Joy joinen? Ik zal eens kijken de joint, of dat we de Joy joinen. Hè? Join the Joy, zeggen ze hier. Want deze is... Deze is... Wel open. Dit is de Aperol Bar. We zitten nu op dek 17, geloof ik. Alles is hier oranje, want dat is natuurlijk de kleur van Aperolletjes, hè? Deze is wel open. Dat is goed. Dus? Hebben we een bar gevonden die open is. Maar dan wil ik dus zeggen, als je van hier dus in je zwembroek... Want ik vind die wel wat fancy. Ja? Als je hier in je zwembroek moet gaan... voor iets gaan drinken halen en dan moet je helemaal teruglopen, ja, naar het volwassen adults only gedeelte. Vind ik raar. Mm-hmm. Snap ik. Terwijl je loopt drie bars bij die gesloten zijn. Ja, eigenlijk is dit de enige bar die open is buiten. Juist, ja, ja. Het is wel een mooie bar. Ik ga twee aperolletjes bestellen. Hij mint het. Dan kunnen we niks speciaals krijgen hier. Jawel, alles. Kijk. Dan moeten we eens in de menu kijken, hè. Aperolletjes tijd. Het is tijd voor de Aperol-rol. Aperol-rol? Aperol-rol. Sproeven, hè. Want ik heb ook voor de gelegenheid gebruik gemaakt, want hier was dus eigenlijk geen volk, gelukkig. Maar ik ga eerst drinken. Hè. Gezondheid, iedereen. Salut. Om dus een paar vragen te stellen aan de ober. Heel vriendelijk, trouwens. Dus, ik heb gevraagd. Is op elk Costa-schip een Aperol-bar? En het antwoord was ja. Goeie nieuws. Hij zei, aan de oudere schepen hebben ze een oude bar veranderd naar een Aperol-bar. Mm-hmm. En op de nieuwe schepen is het automatisch. Dus geniet van de Aperol op elk schip van Costa. Dat is goeie nieuws. Dat is al goeie nieuws. Het andere nieuws, ik heb ook gevraagd van... Zeg manneke, als je nu dorst hebt, hoe komt dat die bars niet open zijn op de upper deck? En het is alleen in de zomer. Only in the summer, hij zei. En hij zei, vanaf mei gaat er week na week een bar extra open. Ja. Als je nu heel warm weer hebt, zoals wij nu... Of ja, heel warm. Toch 25 in graden namiddag, in de namiddag. Dan heb je toch, eigenlijk dat toch nodig. Hè, ja, ja, verfrissing nodig. Dan moet je naar een ander dek komen. Dus op de upper deck geen bar open. Momenteel in... Dus april, hè? April. Maar gelukkig is de Aperol Bar wel open. Aperol Bar is altijd open en dat is eigenlijk de beste bar. Hoe leuk! We staan hier net dus te recorden, want we staan nog altijd in de Aperol Bar. Ja. En er komen net twee van onze lieve fans of volgers. Twee van jullie. Kom zeggen van, hé, hey, we volgen jullie. We gaan dat volgende week zien in de vlog waar jullie gaan opnemen. Dat is echt heel leuk. Dus dat is super fijn. Dus, als je ons ooit ergens zou tegenkomen, spreek ons gerust aan. We vinden dat echt heel leuk, want we zijn altijd tegen de camera aan het praten natuurlijk. En dat is natuurlijk tegen jullie, dus dat is gewoon heel leuk als we jullie dan eens face-to-face kunnen spreken. Absoluut, absoluut. En dan kunnen wij zelf ook vragen stellen aan jullie. Ja. Van, wat vinden jullie ervan? Is het naar verwachting? Is er iets wat tegenvalt of die dingen? Dus wij vinden dat ook super fijn om te horen. Ja. Dus, mensen waren ook heel tevreden, hè? Ja. Dat was hun eerste cruise. Dat was hun eerste cruise, fijn, hè? En ze hadden ons ontdekt via de Droomfabriek. Ja, dat is fijn. Dat maar misschien fijn. Wilt je wel eens samen met ons op cruise gaan? Dat kan. Met de Jingle Bell-sfeer. Dus met de kerstcruise, hè? Een cruise langs heen de mooiste kerstmarkten van Duitsland. Ja. Een riviercruise. Wij gaan daarop zitten. En jij kan daar ook op zitten als je dat wil. Dus ik zou zeggen, surf voor informatie naar captaincruise.be of .nl. En dan vind je alle informatie. En dan gaan we samen
braadworsten eten. Of schnaps drinken. Of schnaps drinken. Of glühwein. En samen de kerstboom versieren, dat doe ik heel graag. Ja. Zou je dat de kerstboom gaan versieren? Misschien kan ik dat op dat schip doen. Hè? Dat kan. Maar nu nog niet, want de zomer moet nog komen. Ja, dat is waar. Maar we plannen graag vooruit. Hè. Hier is de show vanavond. Het ziet er overdag toch anders uit dan 's avonds, hè? Ja. Oh, en ik heb het gelezen, hè, wat het vanavond is. Een hele goeie. Ah ja, van de films. Hollywood. Hollywood show. Elke avond is er een andere show. En ja, op zo'n groot schip zijn er zelfs twee shows. Ja. Twee verschillende. Het een is meer zang. Mm. En het andere is meer acrobatie, dans, freestyling. En het is ook wel leuk dat dat ook wel afwisselt, hè? De ene avond is het hier, de andere keer in het andere theater. Misschien moeten we dat ook eens tonen nu. Gaan we nu misschien van hier naar het andere theater. Oké. Het andere theater bevindt zich op dek 6 en dek 7. Echt altijd heel mooie, futuristische gangen, vind ik. Leuk, hè? Zie je? Oh, ze zijn aan het repeteren voor vanavond, denk ik. Ah, ja. Kijk, hier is het andere theater. Ja. En je kan ook nog hier naar beneden gaan voor de benedenverdieping. En ik zal eens naar onder gaan op de showtrap. Wel, geen makkelijke voor mij. Maar als we stap voor stap doen, dan lukt het wel. Ja? Ja. Op het gemakske, ja. En ik heb ook al op het plan gezien, 's avonds, dus na de grote shows, ja, is het altijd fiesta. Hier is het fiesta, hè? Dus we hebben al een 90s party gehad. We hebben al, hoe noemt dat? Hoe noemt die style? Latina. We hebben al Italian night gehad en vanavond is het Spanish night. Dus elke avond is er ook een ander thema met een andere fiesta. En dan is de bar wel open. Ja, dan is de bar hier open. Dan is de bar hier wel open. Dat is wel heel fijn. Dan kunt je weer van alle rare toeren gaan uithalen. Ik heb hier nog geen ene keer... Jawel. We gaan altijd aan boven staan voor het af te loeren. Ja. He? En als je daar uit het theater komt... Kom je in... Mastroianni Bar. Dat is een supergrote bar. De Grand Bar. De Grand Bar, yes. Eigenlijk is dit misschien mijn favoriete bar van het schip. 'S Avonds gaan de gordijntjes open. Zie. En dan is het hier elke avond, maar dan ook elke avond, want de mensen hebben dat denk ik wel gezien. Hè? Dan doen ze dus initiaties. Initiaties? Ja, hier staan al de van het animatieteam staan hier van voor. Ja. En die doen altijd op elke dansjes. Ja. En dan iedereen kan er achter staan en doet dat dan na. Dansen met z'n allen. Dansen met z'n allen. Maar je kunt wij... ook op jezelf dansen. Absoluut, hè? Dat mag. Want wij zitten meestal hier op de eerste rij. Dan zitten wij hier met een drankje. Zo. En zo. Goedenavond. Good evening. Buenas noches. Buonasera. Zeggen we dan tegen iedereen. Ja, en wat drink je dan? Prosecco of een Hugo Spritz met een nootje erbij. Maar nu is het heel rustig. Ja, het is ook nog niet bezig, hè? Nee. De gordijntjes zijn nog dicht. Ja. Dus zo zitten we hier dan. En dan, dan amuseren we ons, hè? Het is wel een grote dansvloer. Heel groot, ja. En die staat boem, boem, vol, hè? Ja. Ik heb dat nog al eens gezegd. In het zuiden en andere culturen, die zijn niet bang om te gaan dansen. Nee. Die worden meegetrokken en die gaan natuurlijk dansen. En wij zeggen... No, not for me tonight. Not for me. I am very scared. Maar zij hebben dat niet. Die zeggen van... Nou ja, leuk. We gaan feesten. En die doen gewoon. En ze hebben gelijk, hè. Dat zeggen die niet, hè. Dat is in Spanjaarden of in Italianen. In hun taal. Dus ik zou zeggen, op naar de volgende bar. Nu komen ze hier dus in de grote gelijkvloerse van de theater. Dus die is in drie verdiepingen. Dus, en nu zitten we gelijkvloers. Daarnet stonden we daar maar boven. En nu zijn we onder. Inderdaad. En die hebben ook een grote bar. Grote bar. En een grote podium. Groot podium. En slash dan gaat dus speeltuin. Echt... Slash speeltuin. En dat gaat dus echt omhoog. Omlaag kan het. Up and down. Up and down. En zo komen we in de fotohal. Waar de foto's hangen. Je weet ondertussen dat we niet graag hebben dat ze foto's nemen. Zo 's avonds willen ze allemaal foto's nemen van iedereen. Ja. En we willen dat niet zo graag, want als ze foto's van je nemen, dan komt je hier aan de muur te hangen. Dat zijn we niet voor. Nee, dat zijn we niet voor. Maar als je dat wel... Ze zitten liever op YouTube. Maar als je dat wel wilt, is dat natuurlijk top, hè? Want ze maken professionele foto's met een echte fotoshoot. Ja. En het is ook weer high-end new experiences. Dus, wat wil ik daarmee zeggen? Alle foto's staan op je kaartje. Ja. En je gaat dus gewoon hier naar je
look at your photos. Geklikt. Ciao Orlando. Maar ja, look at your photos. Er staan geen foto's in, want ik laat nooit geen foto's nemen. Klopt. Maar kijk, zo kun je wel in je foto's gaan. Ja. Dus dat is echt super gemakkelijk. Goed gedaan, hè? Ja, 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 absoluut. Kijk, hier zijn er nog veel meer. Want ja, ja. Het is wel voorzien op het aantal passagiers. Ik wou net zeggen, er wordt toch heel veel gedaan, hè? Absoluut. Tuurlijk. En ze hebben gelijk. Als je dat fijn vindt, moet je dat gewoon doen. En zo, lieve mensen. Quelli della notte. U hoort het al. Het is de piano en de jazzbar. Zo gezellig hier, hè? Ja. Het is daarom dat we hier altijd komen zitten. We hebben hier nog nooit gezeten. Jij zit toch graag in je favoriete bar, heb je ja, net gezegd? Maar ja, ik kan niet weten of dit mijn favoriete bar kan zijn als ik hier niet kom zitten. Nee, dat is waar. Hier zit het elke avond bom bom vol. En hier is dan het orkest. En gehoord, ze zijn aan het oefenen. Achter het gordijn. Want u weet, het is altijd fijn achter het gordijn. Weet je, als het hier s'avonds zit, hier bomvol, kun je ook niet dansen. En we zien graag mensen dansen, dat is het. Ja, dat is wel waar. En het is hier ook vrij donker. Ja. Dat is wel gezellig, maar niet zo handig. Nee. En voor mij is het wel wat moeilijker om hier... Nu, als je moet blijven zitten, is dat allemaal niet erg, maar... Op het moment dat ik recht sta, dan denk ik... Dus, en dan, ja, dan sta ik hier, hè. Dus... Kijk eens aan. Die zon. En kijk hier eens aan. Die man. Ja. Was het geen fijn op dat balkon? Fijn, hè. Zalig. Geen wind. Net echt lekker warm. In het zonneke. Ja. Want ik kom net eigenlijk van boven, op het dek. Ja. Maar daar was te veel wind. Ah ja. Dat ligt natuurlijk veel hoger, hè. En hier, geen wind. Zalig. Absoluut. Hier zit je schoon op dat balkonneke. Op een balkonneke, in het zonneke. En dat is natuurlijk het voordeel op zo'n schip, dat die balkonnen zijn afgescheiden met zo van die, ja, hoe heet je dat, afschermingen, hè? Afscheidingen. Paravans. Ja, dat houdt de wind goed tegen. Ja, absoluut. En dat is eigenlijk, ja, een goede uitvinding, hè. Maar en... ja, als ze er bij de buren, hè. Ja, dat is behoefte ook weer. Ja. En dan zat ik daar net binnen en ineens roept hij mij, kom kijken, kom kijken. Kom, grap! Zo heb ik dat gezegd. Nee, nee. Ja, want je zat op je tablet een beetje te chillen. Yes. En ineens keek je naar buiten en het bewoog. Het bewoog. En dat is denk ik wel een van de voordelen van een nieuwer schip. Je voelt het gewoon niet varen, hè. Je voelt nog niet dat we vertrekken. Ik keek daar en dacht, we vertrekken. Dat beweegt dat hier. Dat beweegt hier. Ik zag in één keer de haven. Ja, dus, leuk, hè? Ja, ja. Ik vind dat ook een heel bijzonder gevoel, zo'n mastodont van een schip. Heel de dag heeft dat daar in de stad gelegen en ineens begint dat gewoon te bewegen. Kijk. En zijn we vertrokken. Ja. Een boulevard. Hier beneden. Kijk. Hier kunnen we mensen kijken. Hola, hola. Wat ik wil zeggen is dat, dat je de connectie wel hebt met de buren, maar inderdaad, het is goed afgescheiden. Je moet echt wel zo gaan kijken. Ja, ja, ja. Het is heel goed gemaakt. Het is niet heel te goed gemaakt. Nee, 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 nee. Zij is ook, kijk, ook content creator. Ja, ze zijn, hebben ook een statief neergezet. Ja. Dus denk ik heel content creator. Ja, ze zeggen toch altijd, als je beelden, video's wilt maken, dan mocht je nooit rekenen op kinderen of dieren. Hè? Want die zijn natuurlijk niet zo... Ik hou die spreken uit. Ja? Die is van Duitsland. En je spreekt niet goed Duits. Ik spreek geen Duits. Ik kan alleen maar zeggen, tjus. 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 Juice. Juice. Dat is orange juice. Kijk, de hulp vanuit de haven naast onze boot, naast het schip, zo'n klein bootje. Dat is toch raar? Ja, want we staan nog maar op dek 10 hier, hè, moet je weten. Er zijn er 19, hè. Oh, kan ik jullie dat tonen? Ik kan niet naar boven kijken. Kan jullie dat zien? Camera niet valt! Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Oei, oei, oei. Ben ik altijd bang. Hebben jullie het kunnen zien? Zeg, en kijk daar eens. Genua, in de wolken. Die zit helemaal verscholen in de wolken. Ziet je dat beeld? Ja, daar helemaal van achter. Ja, ja, daar. Maar Genua ligt nu aan de andere kant, hè. We zijn aan het draaien. Ja, maar de wolken zijn toch heel laag? Daar. Ja.
En zo zijn wij vertrokken, hè, richting Middellandse Zee. Kijk eens, van uitzicht. Oh ja. Daar kunnen toch het uren, nooit. Daar kun je uren naar kijken. Hè. Uren. Uren. Het is altijd hetzelfde en altijd anders. Ja, dat is waar. Als je het zo bekijkt. Dat hè? Is zeker waar. Ja. Het brengt ons wel weer bij het einde van deze vlog. We hopen dat jullie genoten hebben van deze hele dag aan boord van de Costa Smeralda. Ik denk wel dat we nu alles hebben laten zien wat we jullie moesten tonen van het schip. Ik denk het ook wel, hè. Zo groot, hè. Ja, dus. Maar, als je het fijne vlog vond, duimpje omhoog. Een heel fijne reactie plaatsen vinden we ook altijd tof. Absoluut. En natuurlijk, het magische codewoord. Abonneren. Abonneer je zeker. Abonneren. Dat je niks moet missen van al wat komen gaat. Want wij gaan nu ons klaarmaken voor een nieuwe avond op de Costa Smeralda. En dat gaan we jullie tonen in een volgende film. Party, party. Adios. Adios. Tot de volgende keer.